dichtvoordrag van Alfred Schaffer uit zijn bundel Schuim. Alfred Schaffer is ja een van de beste hedendaagse dichters uh, die ik ken. Ik bewonder hem enorm. Uh, zijn poëzie is bijna als een uh, stream of consciousness. Alles wordt aan één geregen en toch is het allemaal uh, vol van. Emotie. Dus aan de ene kant heb je het observerende naar de wereld kijken en aan de andere kant staat het strak en zindert het van verlangen en angst en onzekerheid. Het is ongelooflijk knap. Ik weet niet hoe hij dat voor elkaar krijgt, maar hij kan het. En dan nog iets, het is ook altijd grappig. Hij weet er altijd humor in te brengen. Dit gedicht heet En wat wil het toeval? De buurt staat op zijn kop. Je camouflagedagen zijn geschiedenis, alleen citaten bieden onderdak. De reacties druppelen binnen, ritmisch, eentonig, tel uit je winst. Ongewild heb je ons gelijk bevestigd, welk gelijk blijft even in het midden. Een echte doe-het-zelver heeft aan één woord al genoeg. Waar je vandaan kwam, het raadsel intrigeert ons. Nu je in weer en wind moet wachten op de bus, zonder vooruitzicht, plomp verloren in de polder. Het horen van je stem maakt alles goed. Zeg iets. Als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Waar heb je ons gesignaleerd? Waar kocht je die regenjas? Dit is niet kwaad bedoeld. Je bent om op te vreten. De laatste gelovigen glippen naar binnen voor het middaggebed. Straks komt de zandman langs. Elke nacht onder hoogspanning. Voor jou staan donoren in de rij. We zien je graag met leden ogen aan, zolang als je verhalen ons ontgaan. Hey, dat rijmt.